Cameramensen, geluidstechnici en vele andere technici doen allemaal hun best om een goede tv-uitzending te maken. Miljoenen kijkers profiteren daarvan. Als die moeite voor niets blijkt te zijn omdat de ontvangst in de huiskamer slecht is, dan is dat jammer. Veelal komt dat door gebrekkige zender- of ontvangstsystemen of door de geografische ligging van bepaalde ontvangstgebieden. De techniek is nu echter zover dat slechte ontvangst niet meer hoeft. Nu zijn er communicatiesatellieten. In 1965 werd de legendarische Early Bird, de eerste commerciële telecommunicatiesatelliet ter wereld, gelanceerd. Met die lancering begon een nieuw tijdperk. Early Bird bracht de werelddelen dichter bij elkaar door te voorzien in telex en telefoonverbindingen en live televisieprogramma's. Gegevens, geluiden en beelden werden met de snelheid van het licht doorgegeven. Intussen werden vooruitziende politieke besluiten genomen om te komen tot een internationale satellietorganisatie. Eerder, op 12 augustus 1960, was de Echo-ballon gelanceerd. Ze werd in de ruimte opgeblazen tot een bol van 30 meter. President Eisenhower voerde het eerste gesprek. To participate in this first experiment in communications involving the use of the satellite balloon known as Echo. Op het ogenblik bevinden zich tientallen telecommunicatiesatellieten in hun baan om de aarde. Ze voorzien 24 uur per dag, 365 dagen per jaar in een nog steeds groeiende behoefte. De grootste satelliet van de internationale organisatie Intelsat is deze Intelsat 6. De satelliet gebruikt digitale signaalverwerking. Hij kan 120.000 telefoongesprekken gelijktijdig verwerken, plus nog 3 kleuren televisieprogramma's. Het Intelsat-systeem met zo'n 15 operationele satellieten kan voorzien in het grootste deel van de wereldbehoefte aan internationale verbindingen. De satellieten zijn krachtig, maar de signalen die door de ruimte reizen zijn zwak. 1 miljoenste van 1 miljoenste watt. De zwakke signalen worden op de aarde opgevangen door kleine en grote schotelantennes die de signalen ook versterken. Het spel van uitzenden, opvangen en versterken van signalen gaat dag en nacht door. Iedere seconde worden de bits en bytes met informatie via satellieten over de aardbol verspreid. Intelsat kan in minder dan 1 seconde iedere plek op de aarde bereiken. Maar hoe werkt het Intelsat-systeem? Hoe gaat een telefoongesprek van het ene land naar het andere? Hoe wordt een in Washington uitgegeven krant in Londen gedrukt? Hoe kunnen we de Olympische Spelen live zien, ook als deze aan de andere kant van de aardbol plaatsvinden?
Het proces is in feite hetzelfde voor alle vormen van satellietcommunicatie. Neem bijvoorbeeld de snelste vrouw ter wereld. Florence Griffith, die hier de 100 meter loopt op de Olympische Spelen in Korea. Voordat ze ook maar één stap heeft gezet, is het geluid van het startpistool via satellieten wereldwijd hoorbaar gemaakt. Terwijl ze de 100 meter aflegt in 10,54 seconden, gaat haar beeld met de snelheid van het licht 300.000 km per seconde door de ruimte. Hoewel, dit is misschien wat al te eenvoudig gezegd. In werkelijkheid is het live verslag van de Olympische Spelen wat complexer. Voor de Olympische Spelen in Seoul gebruikte Intelsat 9 kunstmanen die 32 televisieprogramma's gelijktijdig konden verwerken. 3,8 miljard mensen, bijna driekwart van de wereldbevolking, konden ernaar kijken. Live. Het meest verbazingwekkende is dat miljarden mensen over de hele aarde dezelfde gebeurtenis gelijktijdig live kunnen volgen. Met de huidige generatie krachtige satellieten kunnen steeds kleinere schotels worden gebruikt, die goedkoper zijn en makkelijker te transporteren. Die kleine schotels kunnen letterlijk overal worden geplaatst, zodat we nu ook live de beklimming van de hoogste berg in de wereld kunnen meemaken. Onderzoek van de bodem van de oceaan. Mensen kunnen nu ieder avontuur zelf volgen. Live. De satelliet maakt van de kijker een ontdekkingsreiziger. In China worden de Amerikaanse satellieten gebruikt om in de binnenlandse telecommunicatiebehoeften te voorzien. Televisieprogramma's ten behoeve van het onderwijs worden volop uitgezonden. In 1986 wees een onderzoek uit dat 3 miljoen van de 8 miljoen leraren in China geen voortgezet onderwijs hadden gevolgd. Om die situatie te verbeteren, concentreren de Chinezen hun educatieve televisieuitzendingen via de satelliet op de bijscholing van docenten in het lager en voortgezet onderwijs. Satelliettelevisie stelt China in staat dezelfde hoge kwaliteit onderwijs te bieden aan iedereen, ook aan de mensen die in de verste uithoeken wonen. De leraren komen de satellietuitzendingen volgen in klaslokalen. Het project begon met één satellietkanaal dat Intelsat gratis beschikbaar stelde. Er zijn nu al 15.000 ontvangstschotels in China en meer dan 2 miljoen studenten hebben hun studie via de Schotelacademie afgerond. Deze getallen zijn een manier om het succes uit te drukken. Maar het echte succes wordt ervaren door de Chinese kinderen die beter onderwijs krijgen. Intelsat bouwde eerst een wereldomvattend netwerk van telecommunicatiesatellieten en leerde vervolgens de wereld te gebruiken op het gebied van educatie, medische toepassingen en hulp bij rampen. We are the ones who make a brighter day. So let's
In iets meer dan een kwart eeuw zijn er gigantische vorderingen gemaakt op het gebied van de satellietcommunicatie. Het zakenleven gebruikt satellieten om nieuwe werknemers bij te scholen, om producten te introduceren en om berichten door te geven. Artsen gebruiken satellieten bij het stellen van een diagnose. Satellieten worden gebruikt bij rampenbestrijding. In de komende 25 jaar krijgen er meer mensen op aarde onderwijs dan er totaal op de wereld ooit zijn onderricht. Dankzij de satelliet begint er een wereldomvattende universiteit te ontstaan. Intelsat gaat nog steeds door met het de wereld eenvoudig te maken om te communiceren. De komende jaren zijn daarom vol beloftes. We zullen mogelijkheden krijgen waarvan we nu nog slechts kunnen dromen. Met de beeldtelefoon in huis kunnen we meedoen aan wereldomvattende videoconferenties. We kunnen wereldwijd informatie opvragen en ontspanning in drie dimensies van bioscoopkwaliteit. We zullen met alles wat op ons scherm komt interactief bezig kunnen zijn. Onze wereldeconomie zal nooit slapen. Velen zullen elektronische emigranten worden. Mensen die in het ene land wonen kunnen via de satelliet in het andere land werken. Satellieten brengen landen en mensen dichter bij elkaar en ze verhogen de kwaliteit van ons bestaan. Intelsat creëerde een wereld van communicatie zonder grenzen. Van de verste uithoeken ter wereld tot in de grote steden veranderen satellieten ons dagelijks leven. De meeste communicatiesatellieten bevinden zich in de geostationaire baan. Die baan is boven de evenaar op 36.000 kilometer hoogte. De satellieten lijken stil te hangen ten opzichte van de aarde. Met drie satellieten, 120 graden uit elkaar, kan de hele aarde worden omspannen. Uit de begintijd van de telecommunicatiesatellieten dateren de grondstations die we overal ter wereld vinden. De middellijn van de schotels is 30 meter. Nu zijn veel kleinere afmetingen ook haalbaar. Europa heeft op het gebied van telecommunicatie via satellieten een eigen positie opgebouwd. Via de experimentele kunstbaan Orbital Test Satellite, OTS, hier getest bij ESTEC in Noordwijk, is bij de Europese industrie de expertise om eigen satellieten te kunnen bouwen gegroeid. De eerste lancering van de OTS in 1977 met een Amerikaanse raket resulteerde in een explosie. In mei 1978 slaagde de tweede lancering, die werd uitgevoerd met een Thor Delta raket vanaf Cape Canaveral. OTS was bedoeld om de technologie te testen die nodig was voor de nu in gebruik zijnde vier operationele Europese communicatiesatellieten en om Europa rijk te maken voor deze technologie. Op basis van de OTS-ervaring zijn de operationele Eutelsat-kunstmanen in gebruik genomen. De huidige generatie Eutelsat 2 kunstmanen hebben een grote capaciteit afgestemd op de marktbehoeften. Deze satellieten bestrijken heel Europa van IJsland tot Turkije en van Finland tot de Canarische eilanden. Ze zijn echter ook in staat hun energie te richten op een klein gebied, waardoor ontvangst met kleinere antennes mogelijk is. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft inmiddels een nieuwe experimentele satelliet door Olympus als opvolger van de Europese communicatiesatelliet ontwikkeld. De Olympus wordt gebruikt om nieuwe technologieën en diensten die nog niet marktrijp zijn te testen. De krachtige zenders kunnen met kleine schotels in privéwoningen worden ontvangen. Olympus kan ook een aantal nieuwe vormen van dienstverlening voor het bedrijfsleven in de praktijk uittesten.
kunstmaan werd in juli 1989 met een Ariane 3-raket gelanceerd. Het vluchtleidingscentrum voor de Olympus is in de Italiaanse stad Fucino. Hier werd ook de OTS-vlucht gevolgd. Het is een bekend grondstation in dienst van ESA. De Olympus bevat een aantal experimentele zaken die later operationeel kunnen worden. Net als bij de OTS heeft ESA voor de Olympus een programma voor experimenteel gebruik ontwikkeld. Op het gebied van televisieuitzendingen gebruiken de Britse BBC en de Italiaanse RAI de satelliet om direct naar de privéwoningen uit te zenden. Deze uitzendingen kunnen met heel kleine schotels worden ontvangen. Op het gebied van het zakelijk verkeer wordt de Olympus gebruikt voor het uitwisselen van computergegevens en voor telefoon- en faxverkeer tussen bedrijven onderling. Olympus gebruikt ook frequenties die nieuw zijn in het satellietverkeer voor een aantal experimenten zoals videoconferencing. Er worden heel kleine grondstations ontwikkeld die bedrijven in staat zullen stellen tegen een geringe investering direct toegang te krijgen tot de gigantische telecommunicatiecapaciteit van satellieten. ESA werkt in dit project samen met Canada. De flexibiliteit en de mogelijkheden van satellieten worden vaak gedemonstreerd met live televisieuitzendingen. De antennes op de Olympus kunnen gericht worden. Zo kan een verbinding met bepaalde punten, zoals hier met Cape Canaveral, tot stand worden gebracht. De Hubble Space Telescope, our window on the universe. Mission Control, Houston. ESA heeft veel gedaan aan de ontwikkeling van complexe grondstations voor Olympus. In het algemeen zijn die grondstations transportabel, zodat ze op iedere gewenste plaats ingezet kunnen worden. British Aerospace ontwikkelde twee grondstations met een schoteldiameter van 3,5 meter. Deze antennes worden gebruikt in tele-educatie-experimenten met de Olympus. Het Italiaanse bedrijf Selenia ontwikkelde een antenne met een middellijn van 4 meter, waarmee televisieprogramma's opgestraald kunnen worden naar de satelliet. Dit station staat nu in Londen en wordt dagelijks gebruikt. In heel Europa, maar ook in Canada, wordt nu geëxperimenteerd met de mogelijkheden die satellietcommunicatie in de toekomst kan bieden. Een zwaar accent ligt daarbij op de ontwikkeling van nieuwe diensten op de satelliet. ESA is intussen begonnen aan de ontwikkeling van weer twee nieuwe satellieten. Artemis is een communicatiesatelliet die in de toekomst zal worden gebruikt voor het doorgeven van data en voor mobiele communicatiedoeleinden. Ze is belangrijk voor het Europese ruimtevaartprogramma in het komende decennium. Artemis zal niet alleen microgolfverbindingen gebruiken, maar ook optische verbindingen, dus laserpulsen, om in de ruimte van het ene toestel naar het andere te gaan. Dit kan omdat er in de ruimte geen storende atmosfeer is. Ze zal ook een nieuwe generatie satellietcommunicatie naar voertuigen uittesten. Een nieuwe generatie satellieten zal worden gebruikt als communicatiesnelweg in de ruimte. Verbindingen tussen het Hermes-ruimtevliegtuig en het Columbus-station zullen via de data-doorgeefsatellieten contact met de aarde houden. ESA bestudeert ook de mogelijkheden voor de ontwikkeling van EMS, de Europese mobiele satelliet.
Naast Olympus zijn er meerdere zogenaamde televisiesatellieten actief in Europa. TDF is de naam voor de Franse omroepsatelliet die samen met de identieke Duitse TV-SAT is ontwikkeld. Hoewel de satellieten in principe alleen het land van herkomst bedekken, zijn de signalen ook in Nederland probleemloos te ontvangen. De Duits-Franse industrie kreeg van de Scandinavische landen opdracht een soortgelijke kunstmaan, Tele-X genaamd, te ontwikkelen. Ook die is operationeel. Al deze televisiesatellieten zijn bedoeld om met kleine schotels in de privéwoningen ontvangen te worden. Maar kabeldistributie is ook mogelijk. December 1988. De lancering van de Astra-kunstmaan met een Ariane-raket. Hoewel de Astra geen echte televisiesatelliet is, zijn de programma's met een kleine schotelantenne te ontvangen. Intussen is er een tweede Astra in de ruimte gebracht en zijn er twee volgende in aanbouw. Met de lancering van de Astra begon het verantwoord commercieel gebruik van de televisiemogelijkheden die satellieten bieden. Op deze beelden zien we hoe het uitzetten van een satelliet in de ruimte in zijn werk gaat. De satelliet wordt in een geostationaire baan gebracht, zodat de ontvangstschoteltjes op een vast punt aan de hemel gericht kunnen worden. De bundels bestrijken vrijwel geheel Europa. Naarmate men meer uit het centrum van de bundel zit, zijn grotere schotels nodig om een goed signaal te ontvangen. Maar in principe zijn schoteltjes van 50 centimeter genoeg voor een goede ontvangst. De Astra wordt gecontroleerd vanuit een vluchtleidingscentrum in Luxemburg. Als er ooit iets misgaat met een van de kanalen op de nu in gebruik zijnde satellieten, wordt er meteen overgeschakeld op een reservekanaal. De radio- en televisieprogramma's worden vanuit Londen, Brussel, Zürich en Betzdorf naar de Astra gestraald. De grondstations stralen het programma op naar de satelliet, die het vervolgens uitstrooit over heel Europa. Als een privéschotel een programma ontvangt, heeft dat al 72.000 kilometer met de snelheid van het licht afgelegd. Astra biedt een groot scala aan televisie- en radioprogramma's. Per televisieprogramma zijn meerdere geluidskanalen, dus meerdere talen mogelijk. Ook RTL 4 ontvangt u via de Astra en het Franse TV 5. De satellieten zijn daarmee letterlijk een tijdbom geworden onder het Nederlandse omroepbestel. Een impressie van Astra-beelden. Astra biedt unieke mogelijkheden voor mensen in niet bekabelde gebieden.
Ook zij krijgen vanuit de ruimte een rijk aanbod aan programma's. De mogelijkheden zullen in de toekomst alleen nog maar groter worden. Er wordt nu al gewerkt aan een verandering van de bestaande 4:5 beeldverhouding naar 9:16, dus bioscoopformaat. Nieuwe digitale technieken moeten ervoor zorgen dat de beeldkwaliteit toeneemt. Via het systeem D2-MAC moeten we doorgroeien naar HDTV. De hoge definitietelevisie die over enkele jaren bioscoopkwaliteit in de huiskamer moet brengen. Het aantal zenders dat we kunnen ontvangen zal steeds groter worden. Intussen wordt in Japan bijvoorbeeld al gewerkt aan een polshorloge beeldtelefoon via satellieten. Heel futuristisch tenslotte is de vertaaltelefoon die werkt met spraakherkenning, automatische vertaling en spraaksynthese. Mensen die elkaars taal niet spreken, kunnen toch met elkaar communiceren. Bonjour, je vous téléphone de Paris. Je voudrais réserver une chambre pour une personne pour lundi prochain. De Engelse hoort. Good day, I'm calling from Paris. Could I make a reservation for a room for one person for next Monday? Een fantastische ontwikkeling. Communicatiesatellieten hebben grote veranderingen in ons bestaan gebracht. En het einde is nog niet in zicht. Deze aflevering ging hoofdzakelijk over communicatiesatellieten die beeld overbrachten. In de volgende aflevering zullen we aandacht besteden aan andere vormen van communicatie via de satelliet. Telecommunicatie beslaat in het cursusboek twee hoofdstukken. Het boek koopt u in de Nederlandse en Vlaamse boekhandel voor 54,90 of 1098 frank. 54,90 overmaken op Giro 54, 42,32 van Teliac in Utrecht kan ook. Het boek wordt dan thuisbezorgd. Volgende week maandag om 9:55 meer over telecommunicatie in televisieprogramma 7, ook op Nederland 3. Maar eerst is er morgenmiddag... Op